heren, goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik heb me even snel klaargemaakt. We zijn best wel aan de late kant wakker geworden, want het is gisteren best wel laat geworden. We zijn nog lekker naar de gym geweest. We hebben een uurtje lekker even geknald. Ik ben er echt blij om. Ik voel me ook echt lekker vanochtend. Ik heb me vandaag gewogen en ik ben gewoon 46 kilo precies. Ik heb 46 eindelijk... 56. Ik versprak me. Jezus. Vandaag eindelijk het jasje aan die ik echt een paar maanden terug van de Zara heb gehad en nog steeds niet heb aangedaan. Omdat ik heel graag een foto hiermee wil. En Nessie is vandaag bij mij, dus ik hoop dat hij een mooie outfit foto van mij kan maken. En ik heb er een witte jurkje onder van de Zara van de Basic collectie. Zo'n heel simpele jurkje. Dus ik ben vandaag een beetje all white. En ik hoop echt mooie foto's te kunnen maken. Nessie, ga je me helpen vandaag met foto's? Zeker. En wij gaan even richting Zara, want Nessie heeft nieuwe outfits nodig voor een heel leuke fotoshoot binnenkort. Ik wil eigenlijk mijn Louis tassen bijpakken, maar ik vind deze echt veel mooier. Het is echt veel mooier met deze kleuren. Dus ik ga even al mijn spullen hierin doen. Ik zit al lekker in de auto. Wat ik trouwens opmerk laatst bij mijn outfit is dat ik heel vaak blote benen heb. Dat deed ik vroeger echt nooit. Besef je dat? Vroeger droeg ik altijd broeken. Waarom? Altijd. Ja, gewoon. Dat vond ik gewoon chill. Ik droeg nooit echt. Mooie benen. Ja, nu wel weer. In het begin vorig jaar vond ik ze echt vol. Wat dan? Ja, ik was toch veel, ja, ik was wel veel dikker. Zo met die koebenen. We hebben hier net allemaal foto's lopen maken. We hadden een heel mooi muurtje gevonden. Maar de licht was niet echt heel erg mooi. Dus ik hoop dat ze toch wel een beetje goed zijn gelukt. Waar moeten we uitlopen, Ness? Ik heb ook een paar foto's van Nessie gemaakt. Supermodel. Wij zijn nu bij de Laplace en ik heb weer een salade samengesteld. Ik weet niet, ik ben hier niet heel erg blij mee, sorry. Maar ik vind de salade laatst echt heel erg jammer, vergeleken met eerst. Ik ben net bij Alexandrine geweest en Nessie is echt hartstikke geslagen. We hebben echt heel leuke dingetjes voor hem gescoord bij de Zara. En ik heb echt precies niks gescoord bij de Zara. Ik wil eigenlijk nog een paar dingetjes voor de vakantie halen, maar dat is niet gelukt. Maar we gaan zo naar Alexandrium. Nee, niet Alexandrium. We gaan zo naar Zuidplein. Want we waren bij JD en normaal gesproken, ik hou erg niet van sneakers, jongens. Hoe spreek je het eigenlijk uit? Sneakers? Ja, dat sneakers. Normaal gesproken, ik hou echt niet jij van sneakers. Zegt sneakers en sneakers, dan spreek je als hetzelfde. Ja, ik heb als jij wel sneakers zegt, zeg ook sneakers. sneakers. Maar ik hou dus echt niet van sneakers. En ik had echt zo'n mooie gezien van Adidas. Maar die was dus overal uitverkocht. Behalve bij Zuidplein in mijn maat. Dus we gaan het even proberen. Hallo? Bij Zuidplein. En ik hoop echt dat ik ze kan scoren. Want ze waren echt zo mooi. Mag ik één koffie? En een cappuccino. Supreme. Ja, dat was hem. Ik hoop echt dat ik ze kan scoren, jongens. Want ik vind ze echt zo vet. En het komt echt bijna nooit voor dat ik dat soort schoenen gewoon mooi vind. Dus. Wij zijn net klaar bij de Zara. En ik heb mijn schoenen gescoord. Ik heb ze, jongens. Laat jullie straks even zien wat voor schoenen ik heb gescoord. Ik ben echt blij. We zijn nu bij de Bijenkorf. En wij gaan even de bril van Nessie ophalen, die hij hier al 2 maanden heeft liggen, want die moest gerepareerd worden. En die gaan we dus nu eindelijk ophalen. Ik ga lekker bij de make-up kijken en hij gaat gewoon... Ik heb die bril zo lang niet opgehad. Wij zijn nu bij de Fanos. Ze hebben een nieuwe menukaart, echt zo schattig. Lijkt wel een krantje. Fatouche. Een theetje vooraf en ik heb mijn sucre natuurlijk mee. Ik ben hier zo blij mee, jongens. En ik ben zo blij dat we weer even Arabisch gaan eten voor de verandering. Heerlijk. Lekker om weer. Love you, Adesje. Ja, een beetje meer. Ik ging net echt stuk om onszelf. We zijn hier dus allemaal gasten nu in het restaurant. Waarom is er niks online gekomen vandaag? En er was net iemand die naar mij toe kwam. Zo'n meisje, echt heel schattig wel. We hebben foto's gemaakt en zo. Ze zei van, waarom heb je vandaag geen vlog van mij gegooid? Ik Fucking leuk. Ja. Leuk om meer. Je moet meer uploaden, meer. Jalla maar salam. Ze heeft ze eten gekregen. Trek echt super lekker. Dankjewel. Je gaat zoveel spijt krijgen dat ik bonen heb genomen. Oh, lekker man. En ik heb het tarator besteld. Het is dus kipfilet met sesampasta. Echt zin in. Ik heb lekker lam weer. Ik hou echt van lam, jongens. Dit is echt mijn lievelingsgerecht op het moment. Lekker. Heerlijk gegeten. We staan helemaal vol. We hebben echt te veel gegeten. Oh, en wij zitten nu in zo'n lekkere lounge ruimte waar we een theetje gaan doen. Ik kan gewoon echt in slaap vallen nu, hè? Waar we een theetje gaan nuttigen. Oh, en dan gaan we rustig aan naar huis. Zal Shisha doen? Nee, ik doe dat sowieso niet.
ik doe niks meer met dat soort dingen. A healthy lifestyle. En laat ik je straks mijn nieuwe schoenen zien. En ik ga lekker straks ook nog naar de fitness. Want ik ben weer goed bezig. En ik heb de 56 kilo aangetikt vandaag. Wij zijn goed bezig. Wij. Zeg wij. Valt wel mee, want je hebt gewoon rijst gegeten. Nee, ik vind wel dat ik qua eten wel beter doe dan jij, maar... Mashallah. Maar, nee. Qua sporten ben jij beter dan ik. Ja. Net zoals vanochtend gaan joggen. Dat vind ik echt heel knap. Dat je dat kan. Sowieso in de ochtend en dan ook nog joggen buiten. Ik heb geen joggen. Nooit voor mijn leven. Nooit. Ik wil het wel kunnen. Kom, mijn tempo is niet zo hard hoor. Ik doe echt rustig. Maar weet je wat het is? Er is een verschil tussen jouw benen en mijn benen. En dat maakt het tempo anders. Oh, mijn buik. Wij zijn thuis en dit is de schade. Ze hebben gewoon alles opgegeten hoor. Ze hadden wel eten. Dik zak. Ik was de Hills aan het kijken en die is net afgelopen. Nu is de Jersey Shore op. En dat vind ik tegenwoordig niet meer zo heel erg leuk als vroeger. Maar toen dacht ik, ik laat je dan alvast zien wat voor nieuwe schoenen ik heb gehad bij JD. Ik ben hier echt zo blij mee. En het waren de laatste, tenminste in mijn maat. Een andere maten had je ze nog wel. Maar dat waren het laatste in mijn maat. Ik heb letterlijk alle vestigingen gebeld. En alleen op Zuidplein had ze nog één paar. In maat 36. Ik heb ze gescoord. Normaal gesproken vind ik dit soort schoenen echt niet mooi, jongens. Echt niet. En één keer in de zoveel tijd denk ik van, wauw, deze moet ik hebben. En het was deze. Yay. Woehoe. Hoe blij kan ik zijn met de schoen? Dit is mijn nieuwe schoen. Oh, ik ben hier heel blij mee. Ik vind deze echt, echt heel mooi. Hoe vind je mijn schoenen, Nesje? Ik ben op het toilet. Kijk, ik kan wel zeggen wat je voor mijn schoenen vindt. Mooi. Ik vind ze echt heel mooi. Ik ben hier zo blij mee. Dit zijn dus de nieuwe Adidas schoenen. En deze model heet... Het is een heel moeilijke naam. Oswego. What the fuck. Ik ben hier echt blij mee. Ik kwam binnen in de winkel en het was op Alexandrium. En toen ging ik gelijk naar deze schoenen, want ze vullen me echt gelijk op. En toen zei hij van, die zijn echt letterlijk net nieuw binnen en in jouw maat zijn ze al uitverkocht. En ze zijn echt best wel moeilijk te krijgen, vooral in deze kleur. Want in andere kleuren heb ik heb gegoogeld namelijk. Deze kun je online nog best wel moeilijk krijgen. Misschien komt dat nog ofzo, ik heb geen flauw idee hoe dat precies werkt. Maar in andere kleuren kun je ze wel makkelijk krijgen. Maar deze is de perfecte kleur voor mij. Vandaag is zondag en ik was dus helemaal vergeten afgelopen donderdag. En weer een nieuwe aflevering online is gekomen van Temptation Island. Daar ben ik nu aan het kijken. En het is echt een van de beste seizoenen ever. Ik geniet hier echt van. Dit is echt even een uurtje voor mezelf. Nesim heeft nu even een meeting. En daarna komt hij terug. En daarna gaan we samen sporten. Dus ik kan het even lekker rustig kijken. Want hij vindt het echt niks aan. Ik heb Temptation Island gekeken. En ik dacht, ik ga nog even aan de slag en even aan het werk voordat Nessie weer terugkomt. Want ik heb het morgen gedrukt. Dan heb ik morgen alvast een vlog die online komt. Morgen ben ik namelijk in Amsterdam en daarna heb ik nog een paar afspraken. Dus dan kan ik het beste even vooruit werken. Dus ik ga nu even een vlog editen die ik gisteren heb opgenomen. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Zo, het is een beetje donker nu. Zo, ik ben klaar met editen. Ik moet nu nog uploaden en inplannen voor morgen. Nessie komt zo met 5 minuten thuis zou ik zeggen, maar ik hoor hem al. Perfecte timing, heerlijk. Ik ga me gelijk omkleden om te trainen. Hi Nesje. Je bent echt zo perfect op tijd thuis. Ik was net aan het vloggen en ik klaar was met mijn editwerk. Dat ik net klaar ben met editen. Dat ging net. I got some new juices. Oh, lekker. Oh, ik lag op de bank en toen wou ik bijna in slaap vallen. Ik was opeens echt heel erg moe geworden, maar... Ik moet echt sporten, want de een of andere manier is er één ding dat ik gewoon niet kan volhouden met sporten. En ik moet het gewoon echt doen. Ik ga mijn sportkleren pakken. Ik heb vandaag namelijk ook echt iets leuks gehaald bij mijn trainingsbroeken. Tenminste, ik heb deze Adidas shirtje gehaald. Ik heb een spiegel even hier neergelegd, zodat jullie mijn auto's kunnen laten zien. Want
Het is echt heel gastig om mijn outfit te laten zien. Maar ik ben echt zo blij hiermee. Ik heb dus deze shirt gehaald. En het hoort dus eigenlijk boven deze broek. Ik ben er echt blij mee. En ik heb hier trouwens gewoon Nike's eronder. Maar wat ik wel echt jammer vind. Je had dus van deze shirt had je ook zo'n crop top. En dan zou die dus echt, even kijken, iets boven. Dan zou je iets van mijn buik zien, maar dat vind ik niet heel erg. Dan zou die echt zo vallen. Dan zou ik het echt zoveel mooier vinden. Dus ik denk dat ik die ook ga halen. Maar ik vind het ook echt super cute. En ik ben ready voor de gym. Ik moet alleen nog wachten op Nessie tot die klaar is met PlayStation. Ik ben echt zo happy dat ik er weer een beetje skinny uitzie. Dat heb ik echt lang niet meer gehad. Ik ben echt heel erg trots op mezelf. Echt zo happy. Wij zijn net terug van de gym. Ik heb een half uur cardio gedaan, een half uur gewichten, zeg maar. Ging op zich wel goed. Ik ga nu douchen en ik wil eigenlijk daarna gelijk naar bed. Maar ik moet even kijken wat ik voor morgen aan moet doen, want ik moet morgen best wel vroeg opstaan om naar Amsterdam te gaan. Dan moet ik alvast mijn kleren klaarleggen voor een event. Want ik ken mezelf. Ik vond het altijd heel erg moeilijk om een outfit uit te kiezen. Uiteindelijk beland ik gewoon met een spijkerbroek en een top en een gewoon een lelijke outfit. En ik wil wel gewoon leuk gekleed zijn. Ik ga haar even zo naar kijken. Ik ga eerst douchen. Ik heb net gedoucht. Toen heb ik een snackje voor mezelf gemaakt. Ik heb een komkommer gemaakt met lekker veel olijfolie, extra virgin en zeezout.